Theater aan de Schie organiseert vanavond een benefietavond voor de slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije. De opbrengst van de avond wordt gebruikt om schoolspullen in te zamelen voor kinderen uit het rampgebied. Het geld gaat naar stichting Inanin Chuchiklak. en Dat is een stichting die zich bezig houdt ter plekke, in dit geval met het, uh, met het helpen van kinderen. Uh, en er zijn heel veel kinderen die niet naar school kunnen. die, uh, die bijvoorbeeld kinderen die geen ouders meer hebben en die zijn geëvacueerd uh, bijvoorbeeld naar de grote steden. Uh, maar die kunnen niet naar school. En die stichting die gaat ter plekke met het geld schoolspullen kopen. Dus gaan naar een school toe en vragen dan wat heb je nodig. Dus per kind is dat verschillend. Het ene kind heeft geen rugzak, het andere heeft geen schoolboeken of beide niet. Uh, en dat wordt dan ter plekke, wordt het geld uh, ook besteed. Zodat ook de, de economie een klein beetje voordeel daarvan heeft. Uh, maar alles één op één gaat naar het goede doel. In samenwerking met Rijmond zal Schiet TV verslag doen van de avond... Tijdens de Benefietavond zullen verschillende Schiedammers die in het rampgebied zijn geweest hun verhaal doen. Er zijn ook optredens. Nou, we hebben een line-up van onder andere drie mannen. Frederik Spiecht komt een, uh, zingen, maar ook een mooi gedicht voortdragen. Er uh, zijn uh, Turkse acts. Uh, op de bank uh, worden interviews gehouden. Onder andere de burgemeester Cor Lames komt langs. En die gaat uiteindelijk uh, een bedrag uh, bekendmaken. En uh, ja, dat is onder andere wat we gaan doen. Een avondvullend programma. Hoe kunnen mensen zich aanmelden? Nou, het makkelijkste is om naar WWW Theater aan de Schiet te gaan. Daar kun je kaarten kopen voor de benefiet bij te wonen. Maar je kan ook geld overmaken. Dat mag natuurlijk ook. En het is te zien op Schiet TV en op TV Rijmond.